If you start talking about an apparatus delivering energy made of magnets in the garage of an ex-police officer, people just avoid it. People still keep denying the possibility and always keep trying to say there is something hidden inside, things like that. But it works. There is no doubt. The machine works. I'm not astonished with our invention. I'm astonished with which one that creates this machine. From the first moment, I start looking for what's missing in my 30 years knowledge. That's the point that the scientists cannot understand. Is field a property of space or matter? That's a fundamental question. Hep bilim adamları tek mıknatıs olarak düşünüyorlar. They say, and S olarak düşünüyorlar. They think that the magnet is just one piece, one unique piece, with the N pole and with the S pole. It's totally against the so-called physical laws, the classical electromagnetism. Cannot turn around that thing. Should not. Put this machine in a room, close it for 5 days, 1 week, and if it works 5 weeks, you know there's something exceptional inside. Wij maken niet zo vaak meesters op de universiteit. En dat is echt een quiz, een academische quiz. Jullie moeten mij helpen vinden of bedenken wat zou in de machine dingen zijn. Maar ik durf ook niet te vertellen. Ik wou eerst de vragen dat de machine laat draaien, dan kan ik iets vertellen. Anders zit ik hier voor de schuld. Mama, can they start the machine? Maar just show them what you're going to say. Just goed open let wat gaat hij doen. Ja, ja, dus kan ik. Hebben jullie gezien? Ja. Wat zal dat binnen zijn? Maar geen tekst dan dat aan. Ja, nou, het is zo'n draai. Het maakt geluid. Het is een draai. Maar ik zeg, het is niet te makkelijk. Dat was geen. Dat was na genoeg heel veel geluid. Niks. Nooit zeg het draai. De bedoeling was, deze is een tweede uitvoering van de machine. Dat is de technologie van Duitse zinnen. Je zet magneten zo in het plastic. En dat ding, in deze uitvoering, zit wat zelfmechanisme. Daardoor is het nog even continu. Hier ging ik fout.
dat is een plastic gebouw in een kerstdienst. Ik moet dat op deze kant aanzien. Dus ik kan beter hier demonstreren. Ja? En nu heb ik een probleem. Met respect voor de wetenschap, ik kan mijn hele verhaal niet vertellen. Nee, ik kan alleen maar vertellen als ik weet hoe normaal ik daar op tafel zet. Anders is het eerlijk ten opzichte van jullie. En dan ga ik praten dat je moet geloven, dat je moet doen. Dus ik zou wel een reden geven waarom ik van deze machine niet open. Het is heel eenvoudig. Er zijn twee onderdelen in de machine die nog niet helemaal gedekt door de kooi van de uitvinder. Okay? Dus we moeten denk tegen van 3 à 4 maanden nog wat. En dan kan ik allemaal gaan. Maar je snijdt aan problemen iets anders. Ja? Te bedenken aan de... Dat mag niet. De advocatengroep, de zingadvocaat zegt dat mag niet. 3 à 4 maanden. Oké? Okay? En maar met samenvatten van de zin, dat kan ik jullie uitleggen. Wat mij betreft... Mijn model van de uitvinding, alleen maar de samenvatting van, is een stuk grondgoed voor de aarde. Ja. Voor mij is dat. Wat ik daar zie, dat is zelf bijvoorbeeld, als ik meet op het moment van de start met zo'n. Oké? Dus, om de details van mijn model, ja, helaas. Ik heb de apparaat gegeven, ik kan de hele middag of de hele avond blijven draaien, zolang er nog wil blijven zitten. Dat wel. Dat wel. Mocht iemand hier blijven slapen, mag ook. Heb ik al gedaan. Oké, dus ik laat aan jullie over om te denken of dat binnen dan zal kunnen zijn. Dat is de eerste deel van dit verdrag. En de tweede deel, ja, ik durf niet zonder dat je erover gaat. Okay. Maar ja, je moet wel in de buurt komen kijken, je moet het beste allemaal even omheen kijken. Het is alleen maar foto niet van dit bewegelijke buis, de magnetveld ook rechtsboven. Ja, dat zie je wel. Maar ik zeg alleen maar, er is geen batterij daarin. Ja? Er is geen proton en uran. Dit is een machine die draait, niet rechts. Goed, op een 4 man laat ik allemaal zien. Ja. Oké, dat is in feite zo'n koude douche. Maar mocht je het willen bekijken van dit idee, dat mag allemaal. Maar mocht jullie vragen, hè? Ik wil het wel weten. Gaston is uitgenodigd om de aantal van de machine vast te houden. Ja, probeer het te stoppen. Ja. Wat gebeurt als je hem stil houdt helemaal? Loeihard! Kan die wel eens leven? Misschien een doekje eromheen? Hij is loeihard! Zie je dat? Zeg niet? Ja? Zal ik nog wel op hoor? Don't be careful too much. Do not do this too much. So, there are it's hot. It's just to show the power. So yeah, it's the shaft is hot. Eindtoren is niet te houden. Shaft. De
table. You want a shuttle? Fruit AV. Dat mist de magneetveld variant. Ah, oké, okay. Wechselstroom. No, the torque is not a constant with the force. No, it's not sweeping. So, now that it's possible, power, but so that it can run a higher speed torque. Sadece ikisi yapın. Daha dört kişi yapılmadı. Sadece ikisi yapın. Stop it. Start it. Muammer. Muammer abi. Tekrar stop, tekrar çalıştırabilir misin? Ha? Yeah. Ona satılmış galiba aslında o. O Power Solutions satıldı zaten. Satıldı birden. Yani çok nasıl satıldı şartlar. Yani bir türkü kabul etmiyorlar. Bir türkü. Buralara geldiniz. Ben çünkü benim ben senin 25. demo. Berlin bölüm başkanı, ben de tenis bölüm başkanı kalktım aşağı rakam diye. It's starting. Kenara çekil. It's starting again, please. Be careful of the propeller because it's Leid hem eens af, dan neem je hem mee. Ja. En, Ik heb veel te veel batterijen niet kwijt, dus veel te groot voor u. Ik heb net een vuur. Hoe start je de machine? Dat functioneert al. Everybody works with magnetic. Je hebt niet gezien. Ik zit achter een pin. Ik kan niet kijken naar de kant. Ik breng de pin tot zo. Horizontaal. Ja, toen. Is alles. Ja, ja.
maar dat is bij jou thuis gebeuren of niet? De test is. Maar het klopt ook, dat gebeurt bij jou thuis. Maar ik kan die niet zien. Ja, nou, dat geeft niet. Wat is de bedoeling van die koperstrips? Omdat, ja, dat weet ik niet. Die zet zoiets omheen. Ja. Of voor de vaste heen. Of om die, die straling naar buiten door wervelstromen te verliezen. Dat weet ik niet. Maar nu weet ik niet. Maar heel veel wervelstromen. Ja, kan je meten dan? Tesla. Hoeveel is die? Want zo was de magneet vandaag, denk ik. Heel laag. Oh, de wat ik denk, dat kan niet. Alleen de delta. En wat is gebeurd hier, past in mijn verwachting, dat gaat fout. Ja, dat is magneet toch. Kreeg in de buurt, hoeveel kreeg ik dan? Maar dit is dus alleen de delta. Die ja, ja. Maar je mag dingen aan hem vragen, de leg op dat moment. Nou, het is zo dat... Het is een koude douche van mij, joh. Want demonstreerbaar, open. Dat is fout. Ik ga niet zo mee. De beste is wat ik met de enige laatste is dat. Oké. Wat zou dat kunnen zijn? Oké, wat er is. This is the principle how it functions. Principle? Is that all right? 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 No. No. No, please let it outside because it's broken inside. And then you have. Oh, sorry. Ligt onder die hamer. Ja. Dat is een toekant of zo. Dat is gewoon een bleekhuis. Dat is leuk hoor. Brit yazıyor mu? Evet, tamam. Yazıyor. Tamam, kapat. Şu dişlileri. Tamam, çekiyor zaten. Döndür. Evet.
olsa kapat. Daha iyi olur. Kapat. Kapat.